zijn vandaag aangekomen bij Laser Sensation. En Susanne, jij weet wat we daar gaan doen? Ja, we gaan natuurlijk laser gamen en we moeten het opnemen tegen anderen, maar we gaan ze natuurlijk dik vet verslaan. Sowieso, verslaan. En waar gaan we vandaag ook alweer op letten? Leuk, leerzaam, anders, schoon. Super, nou, daar gaan we. Nou vraag je je misschien af hoe zo'n laser game eigenlijk werkt. Gelukkig heeft het testteam daar een antwoord op. Toch? Geen idee. Je hebt er gewoon een pak aan waar schietpunten op zitten. En dan moet je met je pistool moet je op die punten proberen te schieten. Gewoon, er lopen kinderen en die hebben een soort van pak aan. En met die met dat lampje kun je ook zien wat voor of je punten kan zien. En dan moet je elkaar proberen zo neer te schieten. En dan geeft de computer dat door aan de computer. Nou jongens, even teamoverleg. Dit ook nog. Orfeo, even teamoverleg. Wat gaan we doen, jongens? Ja. Jongens, wat gaan we doen? Heeft iemand een idee? Ja. We moeten die mannen even aanpakken, hè? We moeten een beetje verspreiden. Een beetje verspreiden en... Je moet vragen aan elkaar wat nou je kenmerken zijn van die lichtjes van je shirt. Dan weet je dat je niet op diegene moet schieten. Bijvoorbeeld met Jasmine met de hele... Misschien moeten we even een codewoord hebben of zo, jongens. Als je bijvoorbeeld in gevaar bent. Testteam. Testteam. Testteam? Is het codewoord als je in gevaar bent, ja? Team, want ik denk niet dat het... Team. Oké, team. Dus, weten jullie het allemaal, jongens? Als je in gevaar bent, wat roep je? Als je zegt team zegt, dan komen de anderen naar je toe om je te helpen. Of hoe weet je nou waar je bent? Mijn tactiek is eigenlijk gewoon heel veel duiken, heel veel ontwijken. Iedere keer me klein maken. En als ik iemand wil neerschieten, moet ik een beetje gewoon naar voren lopen en gewoon gaan draaien. Zodat ik kan zien wie er om me heen zit. Gewoon heel zacht lopen en boem. Ja. Nou, ik heb het zelf nog nooit gedaan, dus ik weet het eigenlijk niet. Maar ik denk gewoon dat je gewoon, als je iemand ziet, dat je gewoon moet schieten. Verstoppen. Ik ga me verstoppen. Jongens, we gaan even jellen. Apeldoorn, Stadsteam, ja? En dan hand omhoog. 1, 2. Apeldoorn, Stadsteam! Nou, let's go! Nou jongens, we weten nog niet of we gewonnen hebben, maar dat hangt natuurlijk niet af van onze cijfers. Ja. Dus, hebben jullie er een beetje van genoten? Ja. Dat was echt leuk. Wat vond jij ervan? Ik vond het wel leuk, maar ook wat spannend. Je vond het een beetje spannend in het begin, hè? Ja. Het was ook zo donker. En Orfeo, wat vond jij ervan? Leuk. Ja. Ik was in het begin ook wel een beetje bang, maar ik dacht gewoon, ik ga het gewoon doen. Ik ben hier al heel vaak geweest, maar het is nog steeds leuk. Ja. Elke keer weer? Ja, en elke keer is het ook wel weer heel erg spannend en ik krijg gewoon wel een beetje bang, maar het is wel heel leuk. Nou, dus jongens, wat gaan we voor cijfer geven voor leuk? 10. 10. Ik hoor allemaal tienen voor leuk. Jongens, een 10 voor leuk. Die zetten we erop. En leerzaam, hebben we vandaag wat geleerd? 6,5. Ja. Hey, en wat vinden jullie van teamwork dan? We hebben wel wat geleerd van teamwork. En mikken en zorg dat je een beetje schuilen. 6,5. Zo 7.
7. Zijn we het daar allemaal mee eens? 7. Ja? Een 7 voor leerzaam. En is het anders? Ja, het is niet... Ja, ik denk niet dat het echt iets voor kleinere kinderen is dan, denk, jaar of 7. Ik denk niet dat het daarvoor geschikt is, maar omdat die pakken zo groot zijn. Maar het is wel heel anders en het is heel spannend. Oké, dus wat voor cijfer geven we voor anders? 7. Ook een 7? 7. Ja? Oké, 7. En nou, als laatste jongens, jullie bekende puntje, schoon? 6. 6. 5. Maar de wc is weer vies? 6,5. Ja, 5. Nee, de wc is volgens schoon. Bij de meisjes niet. Bij de meisjes niet. Oh, nou ben ik ook geweest. Ik vond ze best wel schoon hoor. We lagen 2. Ja. En ja, misschien is het andere kant heel vies, weet je. Er was eentje heel vies. Ja, daar was ik geweest, de rechter. Oké, dus het wordt een 6,5? Ja. Een 6,5. Oh, jij bent wel heel kritisch hoor, jongen. 6,5. Nou jongens, dan moeten we even uitrekenen. 2 zevens, een 10 en een 6,5. Ik denk een 30,5. Gedeeld door 4. 30,5 gedeeld door 4. Ik heb geen idee. Twee teams gespeeld. 4886 om 7134. Geef elkaar een sportief applaus, want het winnende team is team Groen. Yeah. Het moet zo zijn, hè? Ik ga naar de score ieder voor zich. Gefeliciteerd. Nou jongens, wij hebben hier de cijfers op de oorkonde geschreven. Jullie hebben een 10 voor leuk. Dat is het hoogste cijfer dat we ooit hebben gegeven. En Susanne gaat jullie de oorkonde overhandigen. Dankjewel. En heel erg bedankt dat we hier mochten zijn. Ja, ik vond het hartstikke leuk. Jullie ook? Ja. Ja? Kom je nog een keer terug? Ja, vast wel. Oh, gelukkig, gelukkig. Dat zou ik ook leuk vinden. Nou, hang hem op een mooi plekje. Ja, die ga ik zeker. Ik doe dit heel erg graag, want ik doe heel veel met kinderen. En ik ga hem zeker een mooi plekje geven. Want mijn dag kan niet meer stuk hoor. Als ik er echt een 10 krijg van dat het leuk is, nou, dat vind ik echt helemaal top. Dank jullie wel. Mag ik jullie een hand geven? Ja. Bedankt, hè. Bedankt, hè. Bedankt. Dankjewel. Oké, dat was hem, hè? Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van het Apeldoorns testteam. Volgende week zien we het testteam op hoge snelheid door het pretpark de Julianatoren gaan. Tot dan!